Het cultureel programma van de Floriade, dat biedt straks cultuur uit Venlo, Brazilië, Oekraïne, Vaals, Ghana, Gouda, Mexico, Heidhuizen. Veel Venlose cultuurinstellingen zullen met een jaloers oog naar de Floriade kijken. Vandaag presenteert het evenement het culturele programma. Want behalve een rondleiding langs de bloemen en planten in de paviljoens, moet het publiek ook echt worden vermaakt. Ja, kijk, wij gaan niet een normale tentoonstelling bouwen. Wij bouwen een belevingsevenement. Dat betekent dat we mensen een bijzondere dag uitgeven. En als je dat bedenkt, heb je natuurlijk mooie terreinen, je hebt schitterende inzendingen, je hebt een goed gevoel met hospitality en gastronomie. Maar wezenlijk onderdeel is natuurlijk het hele cultuurprogramma. Cultuur is de lading die alles dekt. Bezoekers worden straks getrakteerd op een breed cultureel aanbod. De opening wordt verzorgd door Rowan Heesen en het Limburg Symfonieorkest. Maar er zijn ook iedere dag bands uit de hele wereld op het Floriade-terrein. Er zijn twee dingen heel leidend in het cultuurprogramma. Dat is enerzijds de Wereld Expo. De wereld komt hier naartoe. Die komt naar Limburg. Omgekeerd willen wij graag Limburg laten zien aan de wereld. Dus dat betekent harmonieën, fanfares, schilderijen, koren. En anderzijds betekent het dat we gezelschappen uit de hele wereld contracteren die hier komen optreden. Cybers is degene die alle optredens voor zijn rekening neemt. En daar komt heel wat bij kijken. Want 2100 optredens boeken en inplannen is nogal een klus. Per dag kost het culturele programma zo'n 15.000 euro. Zo'n bedrag, dat zegt eigenlijk niks als je geen idee hebt van wat daarvoor moet gebeuren natuurlijk. Ik bedoel, op een dag dat je veel harmonie en fanfares hebt en die moeten allemaal een koffie en een broodje. Je hebt heel veel licht, veel geluid, techniek, artiesten, dorp. Die mensen moeten ook weer allemaal begeleid worden. Dus alleen al wat er achter de schermen allemaal aan kosten gemaakt wordt om ervoor te zorgen dat het allemaal draait, dat is enorm.